bij deze nieuwe video. Vandaag een hele andere soort video. Dit heeft verder niks te maken met beauty. Mijn gezicht is wel heel heftig opgemaakt. Maar dat is omdat ik dit heb gemaakt voor Instagram. Dus mocht je willen weten wat ik heb gebruikt en hoe ik het heb gedaan. De foto en de tutorial staan beide op mijn Instagram, Sarah Marieke. Ik zag dat laatst Masha van Beauty Gloss een video had upload over vooroordelen. En het leek mij een super leuk idee. Want ik was ook wel heel benieuwd wat iedereen's vooroordelen zijn over mij. En dan kan ik ook meteen in deze video vertellen of het klopt of niet. En zo kunnen jullie mij ook een beetje beter leren kennen. Want ik maak vooral beauty video's en die zijn niet echt persoonlijk. Het gaat altijd alleen over de make-up. Ik heb op Instagram geplaatst of jullie vooroordelen hebben over mij. En er zijn er heel veel binnengekomen. Ik moet zeggen, bij sommige vooroordelen had ik echt iets van... Hoe kom je erbij? What the F? Ik heb geen idee hoe je hierbij komt. Dat is totaal niet waar. En bij sommigen had ik, ja, klopt. Eigenlijk wel. Ik kreeg ook gelijk een opmerking van waarom doe je Masha van Beauty Gloss na? Ten eerste is zij niet de eerste die met dit video idee kwam. YouTube bestaat nu al zo lang. Het is bijna onmogelijk om nog originele concepten te bedenken. Al kan het nog wel. Ik heb ze ook af en toe. Maar het is niet dat je per se iemand nadoet. Je vindt het gewoon een leuk idee en denkt, ja, dat ga ik ook doen. Dus ben je benieuwd naar alle vooroordelen? Vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké, nou, ik heb er hier een heleboel. Ik ga gewoon beginnen. Ik ga niet alles behandelen, anders wordt de video echt veel te lang. Dus als jouw vooroordeel niet wordt benoemd, I'm sorry. Maar ja, ik probeer er gewoon zoveel mogelijk te doen. Nou, iemand zegt dat ik een relatie heb. Ik heb al vaker gezegd dat ik geen relatie heb. Dat is ook echt zo. Het is niet dat ik stiekem een relatie heb en zeg dat ik het niet heb. Als ik nou een relatie zou hebben en dat niet zou willen zeggen, dan zou ik gewoon niks zeggen. Dan zou ik ook niet zeggen dat ik er geen heb. Dan hou ik gewoon mijn mond dicht. Oh, ik moet by the way ook zeggen, ik vind jullie allemaal echt super lief. Want ik kreeg super veel berichten binnen van, ik heb geen vooroordeel. Ik vind je gewoon super leuk, super lief. Dus echt super lief, want ik kreeg echt super veel van dat soort berichten. Volgens mij nog meer dan echt vooroordelen. Dus iedereen super bedankt daarvoor. Ik ben heel blij dat iedereen gewoon mij heel positief ervaart. Iemand zegt, je vertrouwt mensen niet snel en hebt hierdoor weinig vriendinnen. Over dat mensen vertrouwen, ja, mensen zijn over het algemeen niet echt te vertrouwen. Maar ik moet wel zeggen dat ik niet echt geheimen heb. Ik heb niet echt dingen waarmee ik überhaupt iemand zou moeten vertrouwen. En als ik dat wel zou hebben, dan zou ik dat alleen met mijn zus delen. Want die is inderdaad de enige die ik echt vertrouw. En dat ik niet veel vriendinnen heb, ja, ik heb er eigenlijk best veel. Heel veel vooroordelen komen denk ik ook van mensen die mij op Snapchat hebben. Want daar plaats ik meer over mijn privé en alles. En ja, ik ben inderdaad niet vaak met vriendinnen en ik doe niet vaak dingen. Maar ik heb ze wel. Ik heb 5 vriendinnen met wie ik het meeste ben. En daaromheen heb ik ook nog wat losse vriendinnen met wie ik heel af en toe ben. Dus eigenlijk heb ik best wel veel vriendinnen. Maar ik heb niet echt een beste vriendin. Of beste vriendinnen. Ja, ik ben niet echt heel close of zo met 1 persoon. Wat mensen een aantal keer zeiden was dat ik arrogant of bitchy zou zijn. Bitchy kan ik nog eventueel begrijpen. Omdat ik vaak in het echte leven best wel direct ben. En ik zeg gewoon wat ik vind als er om wordt gevraagd. Anders hou ik gewoon mijn mond dicht. En dat kan misschien eventueel af en toe als bitchy overkomen. Maar ik ben een persoon van, ik kan beter gewoon zeggen hoe ik er echt over denk en hoe het staat. Dan dat ik er een heel verhaal van maak en helemaal eromheen draai. Terwijl dat helemaal niet hoeft. En dat kan als bitchy worden ervaren. Maar ik ben echt totaal niet bitchy. Ik ben juist een aardig persoon. Plus, ik doe wel een beetje erop letten hoe ik dingen overbreng. Vroeger deed ik dat niet. Toen was het gewoon bot en klaar, whatever. Ik dacht totaal niet aan andermans gevoelens. Maar nou doe ik dat wel. Dus ik maak er niet echt een heel verhaal van. Ik zeg alsnog wel wat ik vind en wat ik denk. Maar ik probeer wel enigszins te letten op andermans gevoelens. Want ja, je wilt niet anderen kwetsen. Arrogant? Totaal niet. Ik ben echt totaal niet arrogant. Ik voel me echt niet beter dan iemand anders of dan andere mensen. Plus, ik heb juist super een hekel aan als mensen arrogant doen of zich beter voelen. Dus ja, dan wil ik niet zo zijn. Hier is er nog eentje dat je super rijk bent. Nou... Was het maar zo'n feest. Was ik maar super rijk. Maar helaas niet. Ik ben opgegroeid met mijn moeder. Die heeft gewoon een gemiddeld inkomen. Die heeft een eigen zaak. Het is gewoon gemiddeld. We zijn niet arm. We zijn niet rijk. Ik heb nou wel. Ik woon thuis. Ik heb een fulltime baan. En ik doe YouTube en Instagram. Dus ik verdien nou best wel veel voor iemand die geen huur betaalt. Niks. Dus ja. Maar... Ik ben absoluut niet rijk. Je bent heel erg vernederlandst, maar je houdt wel je Marokkaanse normen en waarden aan. Voor de mensen die het niet weten, ik ben Marokkaans. Vernederlands zijn, het is maar hoe je dat interpreteert. De ene vindt het al wat sneller dan de ander. Ik vind me persoonlijk niet echt vernederlands. Ik heb inderdaad nog wel de Marokkaanse normen en waarden. Maar ik moet zeggen, ja, misschien ben ik enigszins wel vernederlands. Ik ben niet echt heel Marokkaans in mijn gedrag. Ik ben niet echt die stereotype Marokkaanse. Dat klopt helemaal, maar ja, of je dat vernederlands kunt noemen. Dat je heel zorgzaam bent.
Ik ben totaal niet zorgzaam. Ik ben echt geen zorgzaam persoon. De enige met wie ik dat ben is mijn kat Susu. Maar als persoon, ja, ik ben dat totaal niet. Was ik maar iets meer zorgzaam. Ja, ik ben gewoon niet zo. Ik ben ook niet van knuffelen en heel Ja, ik ben allemaal niet zo. Ja, en echt zorgen voor iemand anders. Misschien als ik straks een kind heb dat het verandert. Maar voor nou, ja, nee, niet echt. Iemand zegt dat je houdt van goedkope spullen en niet alles per se luxe hoeft. Dat klopt helemaal. Je kunt het ook hier zien op mijn YouTube kanaal. Ik heb superveel betaalbare make-up. Terwijl ik dure make-up echt wel kan betalen. En ik heb er ook heel veel. Maar ik ben gewoon iemand van, ja, als ik 100 euro heb, haal ik liever voor 100 euro 10 spullen dan voor 100 euro één ding van 100 euro. Dus ik hou gewoon van betaalbare dingen. Ik heb wel hier en daar wat dure dingen, maar ik geef niet echt om. Ik ben niet echt materialistisch. Ik hou niet van merk. Ik vind merk echt de grootste zooi ever. Ik heb wel hier en daar wat merk spulletjes. Maar het is niet dat ik nou per se een fully Gucci outfit moet hebben. Echt mensen, I don't care. Ik vind het echt meestal geldverspilling. Doe mij maar gewoon 10 outfits van de H&M dan 1 outfit van Gucci. Dat ik 5 kinderen wil, dat heb ik inderdaad een keer in een Q&A gezegd. Ik moet wel zeggen, ik ben een beetje teruggekrabbeld. Misschien dat ik er 2 wil. Als God het toelaat. Dat je heel snel boos wordt. Vroeger was ik wel zo. Echt, het minste maakte mij al boos. Maar nou echt totaal niet meer eigenlijk. Ik was toen ook gewoon niet gelukkig. En ja, vaak komt boosheid, woede, haat uit ongelukkigheid. En ik ben nou gewoon best wel gelukkig. En ik ben gewoon blij, positief. Dus dingen maken mij niet echt meer boos. Ik laat mijn moed niet beïnvloeden door anderen. Ik ben gewoon altijd blij en happy. En zo wil ik ook zijn als persoon. Iemand zegt iets wat zeer zeker waar is. En dat is dat vooroordelen hoeven niet per se slecht te zijn. Mijn vooroordeel is dat je spontaan bent en een gekke meid. Dat klopt helemaal. Ik ben heel spontaan. Ik doe dingen heel impulsief. Ik ben druk. Ik ben blij. Dat is gewoon de persoon die ik ben. Al kan ik vaak ook heel rustig zijn. Iemand zegt dat je een hele losse meid bent vergeleken met andere Marokkaanse meiden. Nou, ik ga jullie even iets vertellen. In de Marokkaanse wereld word je al heel snel gezien als een losse meid. Je doet dingen al heel snel verkeerd. Als je een vriendje hebt, ben je al een losse meid. Als je een veehalsje draagt, ben je al een losse meid. Je wordt heel snel gezien als een losse meid. Ik word vaak gezien als een losse meid in de Marokkaanse community. Om hoe ik mij kleed. Het is altijd een beetje strak, af en toe een beetje bloot. Maar echt, mensen, uiterlijk bedriegt echt. De meiden die er het meest vroom uitzien, die het meest bedekt zijn, zijn vaak losse. Losser dan de meiden die er zo uitzien. Al is dat niet altijd. Er zijn heel veel losse meiden die er ook zo uitzien, obvious. Maar ook als je mij op Snapchat volgt, ik zit altijd thuis. Ik ben altijd aan het werk op kantoor. Ik ben altijd video's aan het maken. Ik drink niet, blow niet, rook niet. Ik ga niet op stap. Ik ga nooit naar clubs. Heb ik wel af en toe gedaan, maar dat was gewoon echt niet mijn ding. Dus ik ben echt totaal geen los persoon. Af en toe zou ik juist willen dat ik ietsje meer losjes zou zijn. Vandaar dat ik mij vroeger wel eens echt forceerde naar een club, omdat ik gewoon iets meer die meid wilde zijn. Iets meer plezier. Want ik zag dat als plezier hebben. Maar ja, nou ben ik er gewoon achter. Je kunt er gewoon prima plezier hebben thuis. Ik ben gewoon altijd thuis. Ik doe nooit gekke dingen. Dus ik ben echt totaal geen los persoon. Ik dacht eerst dat je een high class bitch was. Maar ik kwam erachter dat je zo totaal niet bent. Dat klopt. Ik ben echt geen high class persoon. Ik wil niet eens een high class persoon zijn überhaupt. Ik ben gewoon down to earth. Gewoon chill. Doe gewoon normaal. I'm good. Wat ik ook heel vaak zie, en dit komt sowieso via mijn Snapchat, is dat ik echt een huismuts ben. En dat ik altijd binnen zit. En dat ik vooral een binnenzitter ben. Ja, dat klopt wel eigenlijk. Al moet ik wel zeggen, als je mij volgt op Snapchat, ik plaats totaal niet alles. Ik plaats misschien echt 10% van wat ik doe de hele dag. Maar dat ik vooral binnen zit, klopt helemaal. Ik heb een beetje een sociale angststoornis. Ik hou niet van drukke plekken, feesten, al die dingen. Ik doe ook bijna niks alleen. Ik probeer er echt aan te werken om meer dingen alleen te doen. Maar ja, ik heb er gewoon echt moeite mee. Ik voel me altijd heel bekeken en zo. Terwijl dat helemaal niet is, maar dat is dan in mijn hoofd en zo. Dus ja, ik zit altijd thuis, bijna altijd. En ik vind het wel prima zo. Ik ben altijd zo geweest, ook van jongs af aan. Ik zat altijd binnen. Thuis vind ik gewoon fijn. Ik ben gewoon een beetje een huismutsje. Voor alle mensen die dat ook zijn en die zich de kut over voelen. Er is niks mis mee met een huismuts zijn. Do you. Iedereen haalt plezier uit wat anders. En ik geniet er echt van om gewoon binnen te zijn. Je lijkt iemand die niet zonder make-up over straat durft. Nou, ik zal je vertellen, ik heb vaker geen make-up op dan wel make-up. Ik maak ook mijn Instagram video's in de ochtend voordat ik naar kantoor ga. En ik heb heel vaak dat ik de video maak, maar heb opgemaakt zoals vandaag. En het er dan afhaal en dan naar buiten ga. Dus ja,
Ik heb heel vaak gewoon geen make-up op. I don't care. Ik heb niet altijd zin om me op te maken. Iemand zegt, je bent super lief naar je volgers toe. En je besteedt super veel aandacht aan ons. Dat klopt echt. Ik hou van jullie. Door jullie doe ik dit. Echt. Ik ben zo blij met iedereen die mijn video's bekijkt en mij volgt en zo. Echt. I love you all. Je houdt van domme grappen. Dat klopt helemaal. Ik ben echt de meest droge persoon ever. Ik vind domme grappen echt hilarisch. Echt. Ik ga echt de hele dag stuk om domme shit. Het lijkt soms of je te veel nadenkt over hoe je praat. Dat kan kloppen. Ik heb het nooit echt aangekaart op mijn kanaal, maar ik stotter. Veel mensen is het al opgevallen, want ja, in het begin toen ik echt net begon met video's maken, toen zorgde ik er echt voor dat je echt geen enkele stotter kon horen. Ik knipte en plakte alles op een manier waardoor je het gewoon niet kon horen. Nou begin ik daar iets meer scheid aan te hebben, ja, als je hier en daar iets hoort, ja. Het boeit me niet echt meer, maar het begon dus inderdaad op te vallen bij mensen. En ik denk dus inderdaad meer na over hoe ik praat. Omdat ik dus elke keer nadenk hoe ik een stotter kan voorkomen. Ik denk dat veel mensen die dit ook hebben, dat ook zo doen. Ik ben continu zinnen aan het veranderen in mijn hoofd voordat ik het zeg. Omdat ik weet dat ik anders ga stotteren. Dus ja, dat klopt. Ik denk inderdaad meer na over hoe ik praat. Ze zeggen dat je gierig bent, maar ik geloofde dat niet. Gierig, ja, echt de definitie gierig ben ik echt absoluut niet. Ik besteed best wel veel geld aan anderen, vaak meer dan aan mezelf. Ik moet wel zeggen, ik ga heel goed om met mijn geld en met mijn financiën. Ook omdat ik niet altijd per se heel veel geld heb gehad of wat dan ook. Dus ik ben heel zorgvuldig in elke euro die ik besteed. Ik ben echt niet een persoon met een gat in de hand. Ik ben echt niet de persoon die met geld gooit en gewoon scheid heeft. Maar ik moet zeggen dat ik wel meer geld besteed vaak aan anderen dan aan mezelf. Bijvoorbeeld als iemand een verjaardag heeft of wat dan ook. En ik weet dat die persoon van sieraden houdt. Dan haal ik bijvoorbeeld een dure Swarovski of wat dan ook. Terwijl ik zelf heb niks van Swarovski. Al mijn sieraden zijn van de AliExpress. Ik like allemaal. Alles wat ik nou om heb, mijn oorbellen, is allemaal van de AliExpress. Ik haal echt geen Swarovski voor mezelf. Maar ja, voor een ander besteed ik dan wel iets meer. Dus nee, ik ben niet gierig. Maar ik ga wel echt goed om met mijn geld. Dat je wel eens niet kon rondkomen wat betreft geld omdat je te veel make-up had gekocht. Dit is weer zoiets waarvan ik denk, hoe kom je daarbij? Zoals ik al net zei, ik ga heel goed om met mijn geld. Dus dat ik niet kan rondkomen, vooral doordat ik te veel make-up koop. Nee, ik koop veel make-up, maar ik kan het gewoon betalen. Het is niet dat ik niet meer kan rondkomen. Dat je anders bent op camera en in je video's dan in het echt. Ik moet zeggen dat ik in mijn video's basically gewoon ben hoe ik in het echt ben. Wel moet ik zeggen dat ik op camera een tandje extra geef. Ik ben ietsje drukker, ietsje blijer, ietsje heftiger. Omdat in mijn eerste 10 video's of eerste 5 video's, toen was ik gewoon echt 100% hoe ik gewoon echt ben. Maar ik merk dat in video's je dan heel rustig en saai en dood overkomt. Terwijl je dat dan in het echt niet bent. Maar als je dus in het echt een beetje overdreven doet, dan kom je in je video's meer normaal over. Het is dus super raar, maar dat was echt wat mij opviel. Dus sinds dat ben ik ietsje meer extra in mijn gedrag op video's dan in het echt. Maar ja, ik denk dat de meeste YouTubers dit doen omdat je anders echt super dood overkomt en saai overkomt. En dan gaat niemand je video's kijken en dat wil je niet. Maar los van dat ik iets meer extra doe, is dit wel gewoon de persoon die ik ben. Ik ben een blij, druk, positief persoon en dat is gewoon wie ik ben en wat ik de wereld in wil helpen. Allemaal positiviteit. Dat je heel tuttig bent. Tuttig. Ik ben totaal niet tuttig. Echt totaal niet. Ik denk dat dit een beetje komt uit het feit dat ik me altijd opmaak in beauty video's. Dat het een beetje lijkt alsof ik altijd met beauty bezig ben. Wat enigszins ook wel zo is. Omdat ik dat soort video's maak. Maar in het echt, gewoon over straat of naar kantoor of wat dan ook. Mijn kledingstijl is niet echt heel tuttig. Heel meisje. Ik draag vaak trainingspakken, sneakers, dat soort dingen. Dus ja, ik ben nog wel vrouwelijk, maar niet echt heel tuttig. Ik ben meer sporty vrouwelijk. Meer die kant op. Dat ik een matige of geen opleiding heb gedaan. Nou, ik heb mbo gedaan en hbo, dus
Ik heb gewoon een opleiding gedaan. Nou mensen, dit was het dan. Dit waren een aantal vooroordelen die ik wel leuk vond om uit de wereld te helpen of juist te bekrachtigen. Ik heb al 2 Q&A's gemaakt, dus mocht je die nog niet hebben gezien, bekijk even die 2 video's op mijn kanaal. Je kunt gewoon bij video's zoeken en dan gewoon Q&A en dan vind je de video's. Nou, dan wil ik jullie allemaal vragen om te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dat kan door hier op mijn hoofd klikken. En ik plaats hier 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!